Hoi, ik ben Paulien Beekholder. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Ammerzoden. Wij gaan vandaag een alternatieve kerstboom maken. En dat gaan we met de verschillende materialen doen. Als eerst heb je een emmer nodig. Je hebt een strookransje nodig. Eucalyptus. Kan twee verschillende soorten zijn. Je hebt de taxus. Conifer. Nobilis. Een aantal hazelaartzakken en natuurlijk de wilgetak zelf. Verder gebruiken we bindraad, een mesje, je snoeischaar, kniptang, de draadtang, verschillende krammen en natuurlijk de dennenappel. Als eerste ga je natuurlijk de emmer zelf maken. Dat doe je met wat krint in de emmer te zetten. Daarna eventueel nog een baksteen om de wilgetak recht te houden. En het vervolg doe je wat purschuim in de bak. Dit laat je ongeveer een dag staan, want dan is het pur omhoog gekomen en is het uitgehard. Dan maak je op de goede lengte en later doe je nog een mooie stof om de emmer heen, zodat de emmer ook mooi afgewerkt is. Dan krijg je zeg maar dit in totaal en dan kun je aan de slag. We gaan beginnen met het bevestigen van het krantje en dat doen we als volgt met het wikkeldraad. Het wikkeldraad bevestig je eerst op verschillende plekken aan de krans vast. Die draai je er een keer of twee, drie ongeveer omheen. En dan maak je hem goed vast. Je draait de twee uiteindes om elkaar heen. Als het wat te lang is, de ene uiteinde, maak je hem wat korter. Knip je af en dan, zoals je ziet, steekt het puntje uit en die duw je terug in de krans. Je laat een flink stuk touw of draad over, zodat je voor je bovenaan dadelijk zeker genoeg hebt. En dit doe je ongeveer 4 of 5 keer. Ligt er een beetje aan hoe dat die in balans blijft hangen. Als je dus deze draden op 5 punten vast hebt gemaakt, dan krijg je dit. En dan gaan we bevestigen aan de boom. Dan kijk je ongeveer naar de lengte van de stam en de potverhouding. Ik vind dat die zo ongeveer mooi is, dan moet je ook nog kijken hoe het met groen is. Dan ga je ze eigenlijk één voor één bevestigen. Zo verbind je ze eigenlijk alle 5 aan de wilgetak vast. De uiteindes heb ik in het begin nog laten hangen. En dat is dat je ze nu met z'n allen aan elkaar kunt verbinden. Probeer wel dat de draden ongeveer even lang zijn, dus dat die krans gelijk hangt. Nu heb je het kransje hangen, zoals je ziet. Om het wat steviger te maken, pakken we een hazelaartak. Die knippen we af. En dan gaan we het stokje bevestigen. Dit doe je ook weer om draad te pakken. Dan maak je hem uiteindelijk ook aan de steel vast van de wilgetak, zodat hij dan ook echt stevig blijft hangen. Zoals je ziet heb je nu de basis. Hij is nu veel steviger. We gaan beginnen met de ondergrond voor de takken te maken. En dit doen we als volgt. Je kijkt eigenlijk hoe lang dat hij ongeveer moet. Ongeveer 5 centimeter onder het krantje hou je over. Je knipt de tak af. En deze bevestig je op dezelfde manier als hoe je dit takje hebt bevestigd. We gaan beginnen met de nobilis. Je begint met de grote takken, want dan heb je de grootste vlakte al opgevuld. Je houdt hem op zijn kop, want ja, en dan kijk je eigenlijk qua lengte. Nou, dat is prima. Ik vind alleen deze en deze wat uitsteken, dus die gaan we eraf halen. Doe je gewoon heel simpel, die knip je zo af. Deze takjes leg je weer aan de kant voor later. En dan ga je hem bevestigen. En deze bevestig je eigenlijk op dezelfde manier zoals alle andere takken net heb gedaan. Het is belangrijk als je de takken vastbindt dat je ze goed stevig aantrekt. En dit doe je door gewoon heel hard aan
het wikkeldraad te trekken. En dit is voornamelijk omdat die takken natuurlijk ook nog gaan indrogen. Zodra dat iets gaat indrogen, dan gaat het krimpen. En als je dan het touw of het wikkeldraad niet goed strak hebt aangetrokken, dan gaan al die takken weer verplaatsen. En dan krijg je eigenlijk dat alles uiteindelijk zo voep naar beneden valt. Zoals jullie zien heb ik hier een aantal takken bevestigd. Zo krijg je al een beetje de vorm, begint wat meer op een kerstboom te lijken. Verder gaan we nu aan de slag met de taxus, conifeer en de twee soorten eucalyptus. Deze kun je eigenlijk gewoon gemengd over heel de boom verspreiden en kijken waar het gewoon leuk is. Dus je gaat dan gewoon verder bij het maken en het opvullen van de boom. Zoals je ziet, zodat wanneer je wat meer groen en ook verschillende groen, dan krijgt de boom al meer echt een kerstboomvorm. En zo krijgt hij aan alle kanten ook een verschillende kant. Hij zal ook nooit hetzelfde zijn. En de ene tak hangt wat lager, de andere tak wat hoger. En dat maakt hem ook wat speels, dus niet een standaard kerstboom. Zoals je ziet heb ik hem nu klaar, of vind ik dat hij klaar is. Maar nu heb je hierboven natuurlijk allemaal wikkeldraad en dat gaan we ook nog afwerken. Dat doe je door de takjes er rechtop in te steken. En die vouw je als het ware een beetje over het midden heen. Dan draai je het wikkeldraad eerst even één keer, dan heb je het grote weg. En later nog één keer eromheen. Wat stevig aan. Dan eindig je met het wikkeldraad zo. Je pakt hem beet, je slaat hem terug. Houd even met je vinger vast. Je draait er omheen. Dan heb je twee uiteindes. Die draai je om elkaar heen. Zodat het goed vast zit. Dan mag je ze afknippen. En je doet ze terug in de boom zelf. Het groene gedeelte van de kerstboom is nu klaar. We gaan als laatste de dennenappels erin hangen. Ik heb van tevoren een draadje er al aangemaakt. Dit doe je hetzelfde als bij de takjes. Je doet het draadje eromheen, geef hem even twee keer een draai en je kunt ze erin hangen. Laat de uiteindes hangen. En zo kun je hem dan in de boom hangen. Op deze manier bevestig je alle dennenappels. En dan is die eigenlijk klaar. Heel veel succes en heel veel plezier met het maken bij je boompje.